is het zaterdag. Dus zeg goedemorgen, deze morgen. Dat is Pippi Blue. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Oké, ik ben mijn intro aan het doen, maar niet zo luid, want we zitten al in de taxi. Dus we hebben al ontbijt gedaan, we hebben al een beetje. We hebben alweer een beetje geslapen. En nu zitten we in de taxi. Voilà, zie. Blijkbaar. En nu gaan we naar Valdemossa. Oké, Valdemossa. En dat is zo een ouderwets stadje. Het is wel een klein beetje verder. En het is ongeveer een half uur rijden met een taxi. En daar gaan we nu naartoe. Dus ja, we gaan het zien wat we allemaal weer kunnen beleven. Dan daarachter gaan we naar het rond kasteel Belver, of zoiets noemt dat. Ja, daar gaan we. En dan ja, gaan we nog allemaal zien wat de dag brengt. We hebben wel gezien dat de taxi een beetje duurder is. Dus in het weekend is blijkbaar tarief 3. Dus ja, maar het is een euro duur. Dus de instapkost is normaal 3 euro en 15 cent, dacht ik. Zoiets ongeveer. En nu is het 4 euro en een beetje. Dus ja, het is een euro duurder dan anders. Goed, allee, we gaan een keer weer een toffe dag van maken. Hè? Let's go. You. Voilà, we zijn toegekomen hier in, ik vergeet altijd namen, ik ben er zo slecht in. Valdemossa, voilà, Valdemossa. En dat heeft mij zo'n beetje sluis vibe, maar dan een oude, schoon, maar wel veel schoner dan sluis natuurlijk. Ja, eigenlijk heeft eigenlijk niks te maken met sluis. Ja, mijn pa is alweer aan het kijken naar kaartjes. Mijn pa is de grootste toerist ooit. Meest typische toerist ooit. En een smaker. Ja? Ja, Valdemossa. Mallorca. Palma. Pizza. Ja, oké. Okay. Allee, zijn we dan weer aan het kijken voor op de grief te verkopen voor op de rommelmarkt? Nee. Ja jongens, echt. Allee. We zijn al zei tegen elkaar. Ah, dat is hier goedkoop. Kom, gaan we dus het 50 meedoen? Ja man. Goed, allee, we gaan een beetje rondwandelen. Let's go. Ja, voilà. Dus nu gaan we een keer proeven, want dat is hier bekend hier in de streken. Dat is patattencake. Allee, proef. Gaan we een keer proeven. Ja, maar lekker, hè? Ja, maar lekker. Ja, het is meer lekker. Ja, het is een beetje droog. Ja, oliebol. Ja, oliebol
Maar niet gevecht. Boule de Berlijn achter, maar minder zoete, ja. Zoiets. Ja, hè? Donut? Nee. Donut is veel vetter. Hè. Wat? Niet slecht, hè? Maar hem niet meer kopen. Oké, dat is dus ook de eerste keer dat ik dat zie. Dus we zijn hier in een kerk waar dan een keer die moet betalen. En Anouk steekt altijd de kaarsken aan, maar hier is dus digitaal. Voilà. Je moet hier een euro in steken. Dat is mijn kaarsje. En dat kaarsje ging aan. Welkom in de moderne tijd. Dat was die mensen, dat was Valdemosa. Ja, en ik ben daar juist een spaghetti gegeten en ook tapas. Maar ja, ik heb nooit zo'n droog spaghetti gegeten. Dus we waren aan het kijken, we zeiden, het is hier niet goed, het is hier goedkoop. Het is maar 7,5 euro voor een spaghetti bolognese. Goedkoop, ga ik om, gaan we ons hier zetten. Nooit meer. Echt nooit meer. Maar jongens, zo'n klein bordje en zo droog als iets. Maar ja, haar tapas waren ook niet lekker, juist hè. Ook zo droog als iets, maar ja. Niet aan te doen, dus nu hebben we een taxi gepakt en zijn we onderweg naar een kasteel. Belvedere of zoiets noem het. Belvedere. Ik ben elke keer naar u kijk. Naar Belvedere. En ja, we gaan het zien, mensen, wat er daar allemaal te zien is. Ja. Allee, tot ziens. Voilà, we zijn toegekomen aan het kasteel, maar die taxi, of een of an, voor een of andere reden, was in één keer kwam er 7 euro bij. Why? Weet het jij? Nee. Ik weet het ook niet. Het was 35 euro voor een taxi en het was zelfs minder ver dan dat we vertrokken zijn van ja, totaal naar... 6 euro supplement. Ja, 6 euro, ja, bijna 7 euro supplement kwam erbij. En waarom? Geen mens die het weet. Oké. Okay. Volgens mij duwt jij dan maar op een knopje, hè? Maar goed, ja, niet aan te doen. Goed, allee, nu gaan we hier een keer binnen. En hier hebben we echt een mega schoon uitzicht. Let's go. Voilà, we zijn nu op het dak van het kasteel, maar hier is het wel echt zot. Check dat. Dat een uitzicht over volledig
Palma. Dat is zot. Voilà, kasteel is gedaan. We gaan nu een taxi pakken naar het hotel. Maar we moeten volledig te voet naar beneden van die berg. Via die trappen. Zo. En daar staan er normaal taxis te wachten. Ondertussen is het al avond. We hebben al lekker gegeten, we hebben al een dutje gedaan, we hebben al aan het zwembad gelegen en er ook een dutje gedaan. En ja, lekker oude mensen, hè? Hè, pa? Ja. Lekker oude mensen, hè? En het ging vandaag te water gieten, hè? Ja, het ging water gieten. Heb je nog niet te veel regen gezien? Zoveel te beter. Maar nu gaan we wel iets speciaals doen, iets dat ik nog nooit gedaan heb. Anouk wel natuurlijk, want Anouk heeft alles al gedaan in haar leven. Maar, wat gaan we nu gaan doen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Voilà. Dus ik wil niet. Mijn pa wil niet, maar ik, Anouk en mijn ma gaan dat wel doen. En wat dat gaat zijn, ga je nu zien. Voilà. Pak dan je schoenen mee, hè. Nee. Dank je. Nee. Nee, dat moet ik ook. Kijk maar, dat is raar, zie je? Oké, we zijn dus in een visspa. Dus wat doet dat? Al de dode huidzalen en velkens en weet ik veel allemaal, eet dat allemaal op die vis. Maar het kietelt ongelooflijk veel. Oh jongens, dat kietelt niet meer. Het tickles. Ja. Why? Why we do this? Oh yes. Matters. Die mensen doen dat ook, dus de eerste keer. Ja, dat was zijn. Voilà, zie. Dat was me de ervaring wel. Hé? Dat is content, hè? Mijn voeten in de vest. In het water. Ga ja. Het was een keer geestig, maar ik ga dat niet meer doen. Maar hij wel, zeker. Oké. Allee. Op naar het volgende dan, hè? Hij had dat al gedaan. Allee. Op naar het volgende. Voilà. Krijg je voeten meer over, want die vest net opgeeft. Dus, om hier een pintje drinken. Voilà, klein pintjes noemen ze dat. Jupla. En al de rest is hier koffie aan het drinken en zijn Sprite. Ja, jongens. Hey. We zijn hier één keer in Mallorca en nu ga je beginnen koffie drinken. Kom. Dikke pet, nee jongen. Ja, die werd te sterk. Ik ben al zat van vanavond. Maar wat drinkt te zien als je hem? Een vliegtuig. Ja, jongen. Ja. Ja, een keer gaan kijken wat er te zien is. Allee.
Ja. Een cruise. We weten ook ondertussen dat er hier op deze baan een stripclub is, of wat, hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Paaldans. Paaldans gedoe. En morgen is mijn verjaardag. Je moet gaan, niet. Oh, maar ik moet gaan, hè, morgen. Maar ja, daar had ik niet meer voor, pijs ik. Pijs niet dat ik daar om je. Dat ik zelf mijn ESM niet om je bovenaan voor een foto te krijgen. Of misschien heel stiekem zo. En dan nog. Pijs als het gaat zien. Dus dat kunnen we doen, morgen op mijn verjaardag. We kunnen ook een Chinese. Thaise massage kunnen we ook doen, hè? Ja, ook. Met een speciaal einde, dat kunnen we ook doen voor mijn verjaardag. Ja, het is wel mijn dag, hè, zoetje. Ik mag kiezen, hè? Ja, ik mag kiezen. Oké. Okay. Oh, weet je, we doen het alle twee. We gaan eerst naar de. Niets. Wow. Dat andere weet je niet. Maar dat is mijn cadeautje, hè? Moet dat is mijn cadeautje voor mij. Niet. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst naar de paaldansen gaan, dan ben ik al een beetje opgewonden. En dan gaan we naar de Thaise massage. En dan gaan we tot een goed einde brengen. Allee. Ja, en dan nu, met de middel allemaal, doe ik dan niets verkeerd? Ik zo. Zeg. Mijn vlogs zijn bedoeld voor volwassen mensen. En als de kindjes dat niet tegen kunnen, moeten ze maar naar wel op bed gaan. En eerst naar TikTok kijken. Ja. Wat is het? Wat heet te zijn, Batman? Ja, maar niks te zien, hè? Maar alles is krakkenkwaad. Wat dat die twee stoelen uit elkaar kijken, weet ik niet, hè? Wat een beetje doen ga je dat, hoor. Die stoelen uit elkaar. Oh ja, kijk nou. Nee, daar moet ik dan mee. En eenzelfde hotel, 9 dagen, nee mensen. Nou, 3 dagen te gaan, echt. Maar de dagen duurt niet lang, we melden. Allee, goed. Wat was die mensen? Ondertussen zijn we weer in totaal. En ja, we gaan nog een pintje drinken. Hè. Kijk, wat was die? Klein biertje. Het schoot op mijn hoofd. Om een keer proeven. Lekker. Voilà, mijn pa gaan Monaco drinken. Tango en Bauer. Tango. Voilà. En moeder gewoon een Sprite en andere moeder een pintje drinken. Allee. En zouden we gaan die Rummy Cup spelen? Ik speel dat totaal niet graag. Ik heb er totaal geen zin in. Maar ik ga gewoon een beetje chillen. Okay. Een beetje kijken en een beetje spieken. Een beetje deur zijn voordat er zit. Allee, mensen, amuseer dan. Ik ga je de vlog afsluiten. Wat ben je daarvan? Want ik ga hier nog een beetje drinken en dat is het. Meer ga ik het niet meer doen vandaag. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. En morgen ga ik weer vloggen. Nee, want we zitten hier nog 3 dagen. Dus, hoi. Hoi. Yo. Hoi.